John van der Brom mist deze week veel spelers vanwege de interlandperiode. Daarom is de groep nu aangevuld met talenten uit andere elftallen. Wel gewoon van de partij is Thomas Ouwejan. Normaal gesproken is hij op pad met Jong Oranje, maar deze keer kreeg de linksback geen uitnodiging van bondscoach Erwin van der Looy. Ik had er graag nog bij gezeten bij Jong Oranje. Graag de kwalificatie nog afgemaakt tegen Letland en Oekraïne. Dus dat is baal ik ontzettend van dat ik daar nu bij zit. Ja, kun je dat begrijpen? Ja, aan de ene kant begrijp ik wel dat hij aan een nieuw team wil bouwen. Maar ik had deze kwalificatie wel gewoon af willen maken. En ik vind dat ik dat ook had verdiend. Ook Marco Venevic staat gewoon op het veld. De middenvelder maakte afgelopen weekend tegen Ajax na een jaar revalideren zijn rentree. Een bijzonder moment. Ja, eigenlijk wel. Was voor de wedstrijd begon het eigenlijk. Een half uur voor de wedstrijd. Toen dacht ik, jeetje, het is zo ver gekomen. Ik kom van ver. Ik heb er echt zin in. Ik ga er ook even lekker van genieten. Ja. Helaas, dat genieten, dat hield op een gegeven moment op. Ja, zeker. Maar uiteindelijk geniet ik er wel van dat ik weer heb kunnen spelen. Dat ik weer helemaal fit ben en geen reactie meer heb. Zie je. En dan is hij voor Tadic. En is het 5-0. De rentree van Venevic was ook het enige positieve aan afgelopen zondag. De 5-0 nederlaag tegen de Amsterdammers kwam hard aan. Dus ik merk hoe de sfeer was na de wedstrijd. En maandagochtend, toen er ook nog een paar internationals waren, dat had ik nog niet zo meegemaakt, zeg maar. Kan je eens uitleggen wat je dan ziet of wat je meemaakt? Ja, iedereen is heel erg op zichzelf en heel erg teleurgesteld eigenlijk. Heel een beetje down gewoon, Ik denk dat het niet alleen met deze nederlaag begon. Ik denk dat het ook tegen PEC Zwolle begon. Dat het ons ogen heeft geopend dat we een tandje bij moeten. Marco! Maak je je zorgen? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Nou, omdat ik zie hoe het bij ons leeft en de wilskracht die we hebben en dat we er alles voor willen geven. En dan ben ik ervan overtuigd dat de kwaliteiten die we hebben naar boven zullen drijven en dat we dat de volgende wedstrijd weer kunnen laten zien. Dat is dan op bezoek bij FC Utrecht. Eerst staat er een vrij weekend op het programma en dat betekent tijd voor iets anders. Gewoon lekker rustig aan met mijn kleine en mijn vrouw quality time. Ja, mijn vriendin hockey kijken is ook lang geleden, maar dat moet ik ook maar eens doen. Ja. Van de andere kant heeft het ook weer zo zijn voordelen. Ja, precies. Ja, ik had er toch liever bij gezeten.